Echt, ja. Ja, zegt hij, wat ga je met 2-1? Ik zal jullie even helpen. Ik prik ook eventjes hoor, met mijn stokje. Hallo, zeg, dat gaat echt geweldig daar zo. Hebben jullie dat al eerder gezien? Ja, wij zijn al een paar keer eerder geweest. En het is altijd een mooi spektakel om te zien. Ja. En wat vind je er zo speciaal aan? Nou, wij zijn sowieso geïnteresseerd in geschiedenis, dus dan trekken dit soort evenementen trekken je sowieso. En ja, het is gewoon heel leuk hoe ze het allemaal doen. Mooi, ja. Met die paden en alles, ja. En heb jij ook al eens een keer eerder gezien? Ja. En is er ook een paard bij? Ja. Vind je dat spannend? Ja. Wel een beetje, hè? Ja. Jij ziet het voor En er komt straks ook een kanon bij. Ja, dus vuurwerk is alles, dus kanonnen, dat wordt helemaal spectaculair. Ja, het is ook wel extreem veel lawaai straks. Dus ik heb gehoord dat gisteren de Fransen gewonnen hebben. Gaan jullie vandaag voor de Nederlanders? Uiteraard, uiteraard. Ja, dat zal alleen maar oprecht zijn als de Nederlanders dan vandaag winnen. Later. Hebt u dat al eerder gezien? Nee, nooit. Eerste keer. Van het historisch festival Almelo 2020. En wat verwacht u? Nou, ik heb geen flauw idee hoe de veldslag gaat lopen, maar ik vind het gewoon leuk om te zien hoe die mensen zoveel mogelijk en zo goed mogelijk proberen de militairen uit die tijd na te doen. En tot in de details, hoe hun tenten zijn, hoe ze eten, hoe ze vechten. Dus ja, ik vind het gewoon leuk dat die mensen dat daar zo vermoeid in stoppen. En hebt u al maatregelen genomen door oordopjes in te doen in verband met harde knallen? Nee. Dat heb ik nog niet gedaan. Misschien wel handig geweest om het wel te doen, maar goed. Dan moet ik maar vertrouwen op mijn vingers. Maar Martijn, je ziet hier nu wel zoals militair. Maar stel nou dat ze versterking nodig hebben. Ga jij mij dan verlaten? Ga je dan straks op het veld op? Dit hebt u al eerder gezien? Ja, we zijn hier al een paar keer meer geweest. Wat vindt u zo spectaculair en zo bijzonder aan dit evenement? Nou, dat dat toch een stuk van de geschiedenis is en dat mooi nagespeeld wordt. Om één keer te kunnen schieten. Komt u hier uit Almelo? Ik kom uit Brabant. Maar ik woon wel een jaar of 10 al hier. En ook bij Waterloo aan toe ging. En u komt wel speciaal naar het Schelvoortspark om dit te zien? Ja, om dit te zien. Ja, de 8e brigade. Volgens mij ben jij daar ook bij. En wat denkt u, wie gaan vanmiddag met de eer strijken? Hoe zei u? Wie gaan er met de eer strijken? Ik denk Napoleon. Ja, dan zie je maar weer Martijn. Napoleon. Ja. Die kant daar, en dan, dan wordt die Napoleontische tijd nog belangrijker, hè? Ja, hij is een grote stratege, dus ik denk wel dat hij gaat winnen.